Diep onder de Frans-Zwitserse grond ligt de Large Hadron Collider. Het grootste natuurkunde-experiment ooit. Het door CERN gebouwde apparaat ligt op een diepte van 50 tot 175 meter en is op dit moment de krachtigste deeltjesversneller op aarde. In de 27 kilometer lange tunnel botsen bundels protonen met bijna de lichtsnelheid tegen elkaar. Door het nabootsen van deze mini-oerknal hopen wetenschappers antwoorden te krijgen op vragen als: hoe werkt de zwaartekracht en waarom bestaat het universum? In deze driedelige miniserie reist Tweakersaf naar CERN in Zwitserland om dit enorme experiment met eigen ogen te aanschouwen. In de eerste twee afleveringen schoten we in sneltreinvaart door het standaardmodel heen. We zagen versnellerbuizen van dichtbij en we leerden hoe een detector in de LHC in basis werkt. Daarnaast kwamen we te weten hoe belangrijk het grid is voor CERN. Er zijn in totaal 170 Tier 1 en Tier 2 sites, die meewerken in 41 landen. De infrastructuur van deze sites is voor meer dan 90% beschikbaar voor het project. Een van de oudste sites bevindt zich in Nederland bij Nikef en SurfSara. Zij werken al mee aan de ontwikkelingen sinds er voor het eerst over het grid gesproken wordt. Die ontwikkeling begon halverwege jaren 90. Ron Trompert, Technical Product Manager bij SurfSara, raakte bij LHC betrokken in 2001. Toen werd er een software stack gemaakt die we nu Grid noemen. In die periode dacht men dat het netwerk verreweg het grootste probleem zou worden. Maar waar het niet dat computers die worden steeds sneller, maar het tempo waarin netwerken sneller worden, dat ligt zelfs nog hoger dan van computers. Dus uiteindelijk zijn we in de situatie gekomen dat het netwerk eigenlijk totaal de bottleneck niet meer was. Voor WLCG hebben we dus een aantal dedicated netwerken, een tweetal. Eerste, dat is het LHC OPN. Dat is een optical private network waar CERN aan hangt en alle tier 1 sites, waaronder wij. En wij zijn dan aangesloten met 100 gigabit. Om de datatransfers en de doorvoersnelheden te garanderen, is dat dus een afzonderlijk netwerk gebleven. En het is het nog steeds. Later had je dus de wat kleinere sites, de tier 2 sites, die ook meer netwerkbandbreedte behoefte gingen krijgen met het opschalen van de data. En ook het veranderen van de computing models van de experimenten. Dus die hebben hun eigen netwerk, ook dedicated netwerk gekregen, dat heet LHC-1. SurfSara en Nikef verwerken al die data. Tier 1 sites hebben daarmee bepaalde verantwoordelijkheden. Nou, voor een tier 1 site de belangrijkste verantwoordelijkheid is het veilig opslaan van de data. Dus alle tier 1 sites die hebben een tape systeem en wij zijn daar ook geen uitzondering op. Tier 2 sites die hebben een dergelijke verantwoordelijkheid niet. Wat we verder doen is eigenlijk het productiewerk voor de LHC experimenten. Dat zijn bepaalde bewerkingen als reprocessing en wat analyse en zo. En de end user analysis dat vindt met name plaats op de tier 2 sites. Nou, de hardware die we gebruiken, dat is wat mensen eigenlijk commodity hardware zouden noemen. Dus geen dure SAN-systemen of wat dan ook. Het zijn veelal gewoon servers met schijven erin. Voor zowel compute als storage. Ja, nou, wat we ook zien is dat onze clusters heel erg efficiënt gebruikt worden. Ze staan continu vol. We hebben continu queues staan voor jobs. Op het hele grid wordt op dit moment zo rond 2 miljoen jobs die per dag draaien. Die worden verwerkt. In totaal wordt er ongeveer voor 500 petabyte aan data opgeslagen uit de LHC. En dat is een beetje 50-50 data op disk en data op tape. En op dit moment bestaat de hele infrastructuur uit rond de 350.000 cores ongeveer. Al die data uit de verschillende detectoren is ter plaatse ook al stevig door de mangel gehaald. Niels van Eldik, die werkt aan het ATLAS-experiment, houdt zich vooral bezig met de data die uit de detector komt. Want, zoals ook al eerder bleek, het grootste deel van de data wordt direct weggegooid. Een van de belangrijke ingrediënten voor de fysica is op een gegeven moment de luminositeit. Dat is in feite de intensie van de beam die je botst. Omdat we zoeken naar steeds zeldzamere dingen. Bijvoorbeeld de ontdekking van het Higgs-boson heeft uiteindelijk 3 jaar data nodig gehad. Omdat het gewoon heel zeldzaam is.
Dus hoe hoger die intensiteit is, hoe minder tijd je nodig hebt om op een gegeven moment dingen waar te nemen. Het probleem is, als die intensiteit hoog gaat, wordt de activiteit in de detector veel hoger. Dus wij, bijvoorbeeld in het binnenste deel van de detector, gaan we nu naar 40 botsingen per foto die over elkaar heen zitten, die je uit elkaar moet gaan halen. En de truc is dan om de botsing die interessant is voor de fysica te selecteren en alle rest gewoon kwijt te raken. En er zijn nu plannen al om naar over 15 jaar of 10 jaar naar nog hogere intensiteiten te gaan, waarbij je dan 200 tot 500 botsingen hebt over elkaar die je uit elkaar moet gaan trekken. De computing kant wordt dan steeds belangrijker, want je gaat steeds meer CPU tijd gebruiken. Dus meestal is dit gewoon niet lineair, dus het gaat niet helemaal kwadratisch, maar het gaat in ieder geval heel hard omhoog naarmate je meer botsingen krijgt. En de kosten gaan dan ook heel erg omhoog. En die kosten moeten ook bij de verschillende LHC-experimenten het liefst lager. Maar hoe schrijf je de software om, zodat je dezelfde resultaten kunt krijgen met de helft of nog minder van het oude budget? Dit is en blijft gewoon een hele grote uitdaging. We zijn nu al bezig om een softwareproject te starten voor over 4-5 jaar. Waar we weer tegen de limiet aan gaan lopen van de capaciteiten die we hebben. En waar we op dit moment, dit wordt redelijk technisch, maar de reconstructie die is single-threaded. Dus we gebruiken gewoon één CPU-core per botsing. En daardoor gebruiken we heel erg veel geheugen. Dus geheugen is uiteindelijk voor ons een van de grootste bottlenecks nu. Omdat we die core hebben we ongeveer 3 tot 4 gigabyte geheugen nodig. En als je de trend ziet, bijvoorbeeld bij Intel, is gewoon meer cores, minder geheugen. Dus je moet het geheugen gaan delen tussen de processen. En dat is een grote structurele verandering in de software. En een van de problemen waar wij enigszins tegenaan lopen, is dat we bijna alleen maar fysici hebben die eraan werken. En veel mensen hebben weinig ervaring. Dit soort problematiek is ook te vinden bij het Amsterdamse datacentrum. Ron vertelt dat de High Energy Physics software omgewerkt moet worden naar multicore software. Net als bij Niels in het Atlas datacentrum pakken de processen in Amsterdam ook zo'n 4 gigabyte geheugen per core. Veel natuurkundigen zijn natuurlijk geen informatici. Ook al verandert de inhoud van die studies langzaamaan mee met de tijd. Ja, als je heel veel meetpunten hebt op een gegeven moment en je wil heel snel tot een antwoord komen, dan een van de dingen die je als informatica-student uiteindelijk dan leert, is dat je geen combinatoriek moet doen. Als je namelijk dingen met elkaar gaat combineren, dan dat explodeert gigantisch in rekentijd. Dus je wil uiteindelijk methodes gebruiken die bijvoorbeeld lineair schalen in CPU-gebruik met de hoeveelheid input die je krijgt. Het probleem is het is eigenlijk onmogelijk, tot nu toe is het tenminste nog niet gelukt, om deze algoritmes te ontwikkelen die dat kunnen. Wat wij gedaan hebben is gewoon gezegd van dit is het proces, de tijd die gebruikt wordt. Waar zitten de hotspots in de code, gewoon de profilers te gebruiken. En daarna gewoon gaan kijken van vaak zijn het 20-30 plekken die heel erg veel CPU gebruiken. En dan ga je gewoon zitten, je zet gewoon 3 man erop. En gaat gewoon kijken hoe je krijgt sneller. En dat kunnen heel erg technische dingen zijn waarbij je de CPU beter probeert te gebruiken door dingen als data locality, dus beter te zorgen dat alle data in de caches van de CPU past. Een van de dingen waar we ook veel werk in hebben gestoken is de SIMD, dus verder parallel rekenen in de core zelf van de CPU's, waar ook heel veel winst in zit. En daarna gewoon kijken naar dataflow ook. Vaak worden er dingen gedaan die bijvoorbeeld niet nodig zijn. En naast al die noeste arbeid aan de programmatuurkant is er natuurlijk ook nog het echte handwerk. Voordat al die data verzameld kan worden, moeten alle detectors en trackers handmatig gecalibreerd worden. Iets wat veel wetenschappers in hun vroege jaren voor lange tijd van de straat hield.
Om een idee te geven, dat betekent dus voor die CCD-camera hier, waar ik jaren aan heb gewerkt, dat de binnenste laag heeft 66 miljoen kanalen. Die moesten dus allemaal apart, moest er een fitje voor worden gedraaid om te zorgen dat je precies wist waar die drempelwaarde was. En dat moet dan allemaal weer worden uitgelezen en gecalibreerd en ingesteld worden per kanaal, voor elk kanaal apart. Door mensen alleen? Door mensen, ja. Door mensen. Zijn we daarmee klaar? Nee. De toekomst lonkt en daarmee loopt de structuur van het huidige grid bijvoorbeeld al op zijn eind. Nou, we zijn uiteraard ook bezig met de toekomstontwikkelingen. Wat we zien is dat de ontwikkeling van grid, dat is eigenlijk nu wel gestaakt. De infrastructuur draait nog wel, het wordt onderhouden, maar wat er nu ontwikkeld wordt is dat we eigenlijk de hele omgeving naar meer een cloud-achtige omgeving omgezet gaat worden. En dat is dus iets wat we de volgende jaren gaan zien. En dat is ook iets waar we op dit moment al mee bezig zijn. De planning is dat Run 2 nog tot eind 2018 doorgaat. Dan gaat het experiment LS2 in, ook wel Long Shutdown 2. Tijdens LS2 vindt groot onderhoud plaats en worden verschillende upgrades uitgevoerd. Daarna draait Run 3 als het goed is tot en met 2023, waarna LS3 volgt. Vanaf 2023 is het de bedoeling de LHC te upgraden naar de HL-LHC. De energie blijft dan op 14 tera elektronvolt, maar de luminositeit moet veel hoger worden. In run 1 botsten zo'n 20 deeltjes per crossing. In 2023 moet dat naar zo'n 140 botsingen per crossing gaan. Mede door betere focus, door betere magneten en meer deeltjes per pakketje. Tristan Dupré, experimenteel deeltjesfysicus bij het CMS-experiment, ligt een klein tipje van de sluier op in het CMS Tracker Lab. Hij werkt er onder andere aan de silicium strip trackers. Dat zijn trackers die iets minder fijn zijn dan de pixeldetectors die het dichtst op de bundel zitten. Dus we botsen 40 miljoen keer per seconde botsen we protonen op elkaar. En elke botsing in de detector geeft een event wat ongeveer net zo groot is als een iPhone-foto. Nou, je kan niet 40 miljoen iPhone-foto's per seconde opslaan. En daarom dat we een trigger hebben die besluit welk event interessant is en welke niet. Dus welke botsingen gooien we weg en welke botsingen bewaren we om later te bestuderen. En de trigger die bepaalt dat. En een van de dingen waar hij naar kijkt is bijvoorbeeld deeltjes met hoge impuls. En onze verbeterde tracker die we hier aan het ontwikkelen zijn, die kan dus zien of de deeltjes die door de detector heen vliegen een hogere impuls hebben en daar op basis van die informatie besluiten om een botsing te bewaren of dan wel weg te gooien. Wat we hier doen is voorbereiden op run 3. Dus 2022 gaan we nog vaker botsingen op elkaar botsen. Dus wel bij dezelfde energie, maar meer botsingen om zeldzame processen te kunnen bekijken. En dat doen we dus met een verbeterde tracker. Dus hier zit de module in die we deze maand in de bundel gaan hangen. Dus dat is niet in de LSC, maar in een testbundel. En hier testen we de setup waarmee we dat straks gaan uitlezen. Dus we zien hier bijvoorbeeld een bronnetje dat we gebruiken. Dit is een strontiumbron. En die bestraalt dus de module die we straks gaan uitlezen. Dus hier zit een scintillator en hier zit een scintillator. En als de radioactieve bron een puls geeft bij beide scintillatoren, dan weten we dat de informatie uitgelezen moet worden van deze module. En de data-acquisitie daar wordt dan getest om voor te bereiden op de omstandigheden die we straks hebben bij de LSC met hogere luminosity. En zo is het cirkeltje rond bij het bouwen van nieuwe detectoronderdelen. Op weg naar de toekomst. Of we het ooit allemaal kunnen ontrafelen, die wereld van elementaire deeltjes, dat weet niemand. De wereld eromheen blijft fascineren. En de wetenschappers, die gaan in ieder geval niet over één nacht ijs. Hopelijk start run 3 ergens in 2020 en run 4 ergens in 2026. Wij blijven het in ieder geval volgen.